voor Canmaar Supreme hier ook een worst komen ophalen. Want die heeft hij gewonnen. Dat geldt dus voor alle tweede aankomenden. Die mogen vandaag allemaal hier nog een extra prijs komen ophalen. En Ilke Kruis en Willem van der Bij krijgen alvast de prijzen. Handen vol voor dus de winnaars Ilke Kruis en Willem van der Bij. En daar komt ook hun paard aan en Giel Wildhagen wordt er even geknuffeld door zijn moeder. Kijk, en Carola blijft heel rustig staan. Die vindt dat winnen wel prima. Dan loop ik even naar Giel. Giel, krijgt nog even een hand van Ilke Kruis. En er valt wel wat uit. Maar wat Giel, het zag er allemaal heel, eigenlijk vanaf de zijkant heel eenvoudig uit voor Carola. Je pakte de kop en ondanks Peter Wortel die riep rij door, rij door, rij door. Ja. Ging het eigenlijk heel eenvoudig. Ja, het is ook een heel goed paard. Vorige keer Wolfgang was gewoon niet goed. Wat er was weten we niet. Maar nu voelde ze ook weer veel beter aan. En, mijn plan was ook de kop nemen. Dit was het plan eigenlijk. En, ging super. Het ging super en je nam op een gegeven moment zeg maar, bijna aan de overzijde. Maar gewoon afscheid van het kleine veldje. Ja, het is ook echt een heel goed paard. En, op Duinig toen sprong ze als vierde paard weg. Had ze normaal ook 15 gelopen op Duinig. Dus dat ging even mis, maar ze is nu super. Op naar de klassiekers. Ja, denk ik wel, ja. Goed, veel succes. Hartelijk dank. En dames en heren, geeft u hem een groot applaus. Giel Wildhagen wint hier dus de Wim de Vries Mark-Pieter Bakkerprijs. En dat doen ze met Carola, die haar allereerste zege boekt op een baan. En doet dat hier op de baan van Groningen. En dames en heren, als hij zometeen aan u voorbij trekt, geeft u een groot applaus aan Giel Wildhagen en Carola. Terwijl Giel Wildhagen weer teruggaat naar het stallenterrein, dames en heren, gaan we nu de gladiatoren van het Stadspark aan u voorstellen.